start recording. En dan zeggen we, hoi YouTube, dat is ondertussen een gimmick. Nieuwe livestream, 18 september 2016, live. Nou ja, voor Twitch op dit moment en voor YouTube. Jullie kunnen meekijken. At least it's something. Dus, ja, we hebben dus, ik weet niet meer hoe dat ze heet, de dochter van Koga, die hebben we verslagen. We hebben nog maar twee gyms te gaan. En in deze aflevering wil ik eigenlijk een paar trainingen doen, maar dan wil ik ook eigenlijk naar de Burnt Tower om te kijken welke Pokémon Ho-Oh is. Dus daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Ondertussen zit er een hele gezellige chat bij. Erik die is ook heel eventjes gezellig eten koken. Ja, straks heel veel eten klaarmaken. En als dat klaar is, dan ben ik er weer bij. Daarom. Maar ik ben er nu nog heel even een paar minuutjes er nog bij. David die schrijft trouwens ook, hallo YouTube! Het is leuk. Dan weet ik trouwens niet of er in deze huizen iets was dat we eventueel konden doen. Wat is dit? Volgens mij heb ik de fanart gevonden. Die is inderdaad wel leuk. Tenminste, je heet toch dan Flarestorm op YouTube? Dan zou ik zeggen van, als jij dan die link... Volgens mij wel, maar het is een leuke fanart. Dus ik deel wel even het linkje. Oké, ik ga heel eventjes kijken. Oh, was dat die van DeviantArt? DeviantArt. Ik weet niet of ik hem kan laten zien. Ja, die heb ik inderdaad gezien. Ja, die was inderdaad geweldig. Dan weet ik alleen even niet of ik die setup... Weet je wat, ik ga gewoon even iets proberen, jongens. Ik ga gewoon even iets proberen. Ik ga deze afbeelding heel eventjes opslaan als fanart. Geef me even een seconde, jongens. Edit de knip even. Snel. Sneller knippen. Oh, ik heb hem al staan hier. Onder fanart. Davy Balen, toch? Nou, dan hoef ik alleen maar iets te klooien met OBS. Eens even kijken. Dan ga ik wel even klooien met OBS. Altijd handig om er eentje dan te hebben genaamd fanart, gewoon. Even kijken, dan moet ik dus hierheen en dan fanart. Dan stond hij hier tussen. Daar staat hij. Oké, openen. Oké, dan komt hij dus vol in beeld. Jongens, dit is live, dus ik doe het heel even snel zo editen. Ook even voor de YouTubers dat ze het even kunnen zien. Hartstikke leuk. Dus, ja. Dit is de fanart die is ingezonden. Ik vind hem mooi. Ik vind hem heel mooi. Allemaal evoluties. Dus, je mag me Davy noemen. Ja, die is door Davy ingezonden. Hartstikke mooi. Goed. Nou, in ieder geval, we gaan toch wel even verder met het avontuur. En edit scene, ga alsjeblieft weg, want anders zie ik niet goed wat ik aan het doen ben. Ja, de ding is nou weg. Ja. Dus. heb ik een red shard? Ik heb shards, ik kan berries krijgen. Ik heb geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Ik doe heel eventjes shards even, waarom ook niet. Even kijken, die met de aanval Magikarp Revenge. Hé? Nou, hij vroeg of ik... Hij had het over een leuke video voor mij. Oh. Dus ik vroeg heel of het een video is die ik misschien al gezien had. Het is niet eens dat je vandaag ging streamen, Stevie zat anime te kijken en ik dacht, laat ik eens even kijken of die live is. En ja hoor! Altijd een verrassing bij mij. Yep. Nou ja, ik had het aangegeven in de livestream video op YouTube, maar... ja, misschien had ik het ook wel op Facebook even moeten plaatsen, maar... Ik zeg heel eerlijk, ik was vandaag een beetje aan de luie kant. Een klein beetje maar. Maar ja, ze dus hebben nog best wel veel onder dat je in ieder geval... ja, dat zeker. Maar ja, je krijgt ook de notificatie als ik live ga, als je dat tenminste aan hebt staan, dus...
Met Magius! Had ik nou Shadow Ball met Bolt? Ik hoop het wel. Nee. Ik heb Shockwave, dat werkt ook goed. Nou, hoop ik trouwens dat het geluid wel een beetje goed is, dat het niet te hard is of zo. Dus feedback is daar altijd heel erg handig in. En heb jij de link onder de knop op dit moment, Erik? Anders heb ik hem onder de knop. Ik heb hem nu onder de knop. Oké. Okay. Beste kijkers van de live Twitch, YouTube. Dit is al een videootje later ook al gegeven, maar voor YouTube werkt het ook. Tot en met volgende week zaterdag, en dat is uit het hoofd 24 september... mag ik vanuit Game Rooms gratis kaarten weggeven voor de zondag voor Tomo Fair. Tomo Fair wordt gehouden in Nijmegen, is een heel leuk evenement. En daar zou ik sowieso aanwezig zijn. En op zondag is Erik aanwezig, zover ik weet. Leroy is aanwezig. Even kijken, ja. Erwin is aanwezig, Leroy is aanwezig. Volgens mij... ik weet niet wie er allemaal aanwezig zijn, maar er zijn er in ieder geval heel veel aanwezig. En ja, wij mogen daar gratis kaartjes voor uitgeven. Dus, bij de volgende link die nu neer wordt gezet. Ja. Dat was een perfecte timing, alleen ja, hun horen het iets later. Die link die Musical Memoirs heeft gedeeld. Geeft je een gratis ticket voor Tomo Fair. Dat dus 2 oktober wordt gehouden in Nijmegen. En dat is gewoon een heel erg leuk evenement. Er zullen ook tournaments aanwezig zijn en alles. Dus. En ik ben blij dat Robin er niet is, want die zou hier problemen mee hebben. Maar goed, ja, we hebben dus gratis kaarten die we weg mogen geven. Dus via die link geef je eigen op en je krijgt gelijk een gratis kaartje voor 2 oktober. Let wel, gebruik die link natuurlijk alleen maar op het moment dat je echt zou kunnen gaan. In verband met, ja, als we in één keer, ik weet niet hoeveel kaartjes hebben dan. En iemand komt opdagen, dat zou wel heel vervelend zijn. Dus hou er rekening mee. Ja, anders moet toch de ruimte reserveren voor de... Ben je pas 10, dan natuurlijk. Ben je onder de 16 jaar, vraag ouders aan je toestemming. Vraag je ouders even om toestemming of je daar überhaupt wel mee mag. Want ja, je kunt je ouders natuurlijk ook een gratis kaartje geven. Zo leuk is het! Ja. En kan je niet, dan ja, helaas. Dan kan je niet. Ik denk alleen maar zeggen helaas. Ja. Nou, dan zijn er genoeg andere evenementen waar je in ieder geval ons kan ontmoeten. Ja, dat zeker. Kijk of we dan gratis kaartjes kunnen geven, dat daar kun je beter niet op rekenen. Ja, dat zijn eigenlijk hele fijne momenten eigenlijk. Ja, dit is gewoon ideaal. Oh ja, hij jat. Hij is een jatmuis, ja, dat was ik helemaal vergeten. Porygonman, hè, dus. Die is een jatmuis. Dus, ja. Yeah. Nou, ik ben ook aanwezig op First Look op de zondag, dus... mocht je daar toevallig heen gaan... Nou! Ik vind de muziek wel een beetje luid. Ietsje zachter, ik zet hem op 2. Jouw attack gaat hem. Oké, dan wordt gewoon echt. Ik moet hem maar neer gaan halen met deze aanval, waarom ook niet? Is er een evenement in Noord-Holland? Is over het algemeen bar weinig, helaas. Op het moment? Op het moment heb ik geen evenement in Noord-Holland. Nee, ook. Niets dat ik heel even kan bedenken. Nee. Ik heb op het moment heb ik er wel eentje helemaal in het zuiden. Nou ja, zuidoosten. Die is toevallig volgende week. Ja. Daar heb ik ook enorm zin in. Oké, dit wordt ondertussen een beetje een staarwedstrijd waar ik moe van word. Porygon, je bent irritant. Bolt, aan jou de heer. Flevoland ook niet. Ik heb er eentje in Utrecht, dat ligt best wel redelijk dicht bij Flevoland, toch? Utrecht is goed te doen, denk ik. Ik heb First Look namelijk. Ik weet wel dat er een best wel grote
cosplay meet vaak is in ergens in Flevoland, maar ik weet sowieso niet of die dit jaar zal zijn, wanneer of en of ik er überhaupt heen ga en of jij er dan überhaupt wel heen zou gaan. Ja, dat inderdaad ook wel. In ieder geval, ja, er is er ook eentje in Almelo. Ik weet dat er in Gelderland, in ieder geval helemaal in het noorden, dat er ook wel fantasy evenementen zijn. Zoals Elvia en Kassapest, maar ja, die zijn een beetje ver, dus tot nu toe ben ik er nog niet heen geweest. Maar daar kan misschien verandering in komen. En misschien ga jij dan ook wel gezellig mee. Ah, grotendeels. Ja. Moet natuurlijk kijken hoe ik met mijn planning dan zit, dus... Ja, sowieso, daar kunnen we nog niks over zeggen. Man, stop nou eens met bellen, we hebben het over evenementen. Ik probeer naar Erik te luisteren. Ja hoor, het is weer zo laat. Alweer 12 uur. Nee, tot Ma begint te bellen. Ik wil en zal Stevie ooit ontmoeten. Dat er zijn genoeg momenten dat het kan, dus... Komt wel goed. Dat komt zeker wel goed. Daarom. Ik probeer ook zoveel mogelijk te delen welke evenementen dat ik heen ga en waar dat ik aanwezig zou zijn, dus... En ik moet zeggen dat ik er wel steeds vaker mensen, meer van jullie dan tegenkom. En op zich, ik ben daar heel blij om dat ik echt gezellig veel mensen tegen kan komen de laatste tijd. Oh nee, morgen je Engelse toets en ik heb het niet geleerd. Then we're going to stream for Daywip in English this time. I don't know why, but we're going to talk English. So for everybody on YouTube, I'm very sorry that you can or can't understand me if I'm speaking English. We're sorry. What do you guys think of the Alolan Professor Oak? Well, actually he has a different name if I'm not mistaken. I don't know, I haven't... I don't know, it's a Pokemon. I don't know. I don't know. I don't know. No joke, it's really a Pokemon! Yeah. I don't know. Well, actually it's pronounced I don't know, but whatever. And when we are speaking English in this episode, maybe some English... I thought actually there was a market here, but... Yeah. Anyway, when we're speaking English, other people of other countries can understand us too, so... No, his last name is Oak. Seriously, is the Alolan Professor... No, that was like Professor... Professor Sycamore. Yeah, pro tip. Follow the English YouTubers and me. Because, well, I maybe not be English YouTuber, but I'm me. Well, did you actually see how Ash is drawn in the anime? Seriously! What the bloody nose? Nose. Sorry, D-Whip. I will try to keep it English completely. Be really good English you speak to. If they have in the Pokemon anime only Pokemon and not normal animals, but how do they get their meat? Do they eat Pokemon? Yes! Now with a lovely Miltank steak! On the barbecue! Sorry. I don't know an English word for verdurie. Damn. Yeah. Damn is... Verdurie. That sounds really... If I'm saying verdurie, it's like... I'm talking with a Dutch accent. Verdurie. Slowpoke tails, yep, that's also actually something, but then of course you have those guys that are like, oh my god, no, how dare you to eat derp. Magikarp is not edible. No, you will definitely break your teeth on them. Hmm.
Sandwich Magikarp out of the television. It doesn't work. It's not working. Hello, Team Mystic. How are you doing? That moment when you actually encounter a random legendary. Anyway, the plan was to go to Uh-Oh, but now I'm actually training because, well, remember, Ho-Oh or whatever Pokemon it's going to be, it's level 70, so we have to do a little bit of training if we really want to do that, so... But let's first see which Pokemon we actually can capture here. We have seen Magikarp. No, we didn't have the opportunity to catch him because it were trainer battles, so... I love it actually when I'm speaking English that everybody's going to talk English in the chat as well. You guys are awesome. Well, that's actually just the Dutch way. If someone speaks English, you go along. And in really the fantail, like je moet dan op een gym klikken en dan krijg je de keus. D-Whip, seriously, you have to send me a message through Facebook or through something. Again, the Feebas! Uh-uh. You wanna be Magikarp! Screw you! We are searching for a Magikarp! Now I'm disappointed. I think I'm going to cook. And when I'm back, we're gonna have a Magikarp. Okay, I'm going to scream out loud, seriously. Well, I don't know if you're just going to mute, right? Yes. Okay, because I'm going to scream out loud if you're going to cook, if I find a Magikarp and you're away. Yes. Please. So, I'll be back. Okay. Enjoy your meal. Anyway, D-Whip, if you have like... yeah, you know my Facebook page, just... Send me a message on the result if you passed for your English test. I really want to know. Thunder! Me too. I really enjoy the buddy system. I love it to have Eevee on my shoulder. Oh, by the way, there is coming a video of Pokemon Go in Kaikdown. There is coming a video about that, so... You're going to have a lot of fun there. Well, we had a lot of fun there, let's put it that way. Bolt, come on! But we have to help D-Fib! D-Fib? D-Wib! Why am I calling you? I'm just going to call you Davey. What were you going to say, Stevie? Because I thought you said... Yeah, if you pass your exam, your English test, I want to know. Just post it on my Facebook. Just send me a message. Something. Hi, Smickletier. We are talking English for Davey. No, it's simply because we hear a lot of English, but don't speak it too often. So pure logic, you can understand it better than you speak it yourself. Because we are speaking English, especially for D-Wing. No, you're not getting my phone number. Seriously, you're creepy. Stay away. And we got a Safari Ball! Yay! I still have to... Do I have enough potions? I don't know. Well, I have plenty of hyper potions. Let's just use them. I mean, Bolt has to train. He's level 43, and I know that we also have to train Umbreon, but seriously. Team Harmony! Double Frizz, I always speak Dutch. So maybe, I don't know, maybe we're just going to have an entire English stream, I don't know yet.
Magicka! Team Eevee! NL Gaming Boy, daar willen we niet weten. Serieus. Slim. What do you guys think of the Ultra Beast and the Pokemon system? I'm just tapping A, if you want to know. I really don't care about any of these battles, because I know I can win, because I have Jolteon. Team Stevie. Well, Team Stevie would be full of Eevees and evolutions and maybe a Magikarp, maybe. Okay, now let's focus a little bit more on the game. I know I want to be interactive with you guys a lot, but I also have to focus on the game. Because we have a Metang here. And Metang is going to have a shocking experience. A Magic V. Eevee! Do you even splash, bro? Okay, Bolt is going to level 44. That's amazing. I love it. I love Bolt. Oh yeah, the second one! Is English so like, no, you're Dutch. Keep it Dutch, please. Don't do English. Please, keep it Dutch. We want you to speak Dutch, please. Otherwise, I'm just going to switch over to Dutch right now. I mean, the joke was funny, but... Remember, Twitch also says, like, language isn't Dutch, so... let's do... Iron Tail. Powder? No! Pull the turtle, I actually saw that t-shirt. I think it's amazing. Okay, time for firepower, because we have a Bulbasaur. Dan vraag ik mij af wat de eerste is, Michtje. Wij zijn de twee moeilijkste taal in de wereld. Dan vraag ik me af wat de eerste is. Dus, dat is wat ik zei. Mandarijns. Mandarijns. Mandarijns, als in van ik heb een mandarijntje, sinaasappel. Maar Chinees is toch een wereldtaal? Tenminste, ik dacht dat het tot Engels een wereldtaal was, maar Chinees blijkt ook een wereldtaal te zijn. Japans heb ik ook heel veel mensen horen zeggen dat het best wel een simpele taal is. Maar als Nederlands het moeilijkste is, is Duitsland dan Duits ook niet erg moeilijk? Tenminste, ik vraag het me af, ik weet het niet. Voor de YouTubers, ik ben heel erg interactief met de chat bezig. Nul. Nou, ik loop hier gewoon omheen. Achter zit namelijk een itembal, die wil ik hebben. Weet je dat je ondertussen weer Nederlands praat? Ja. Gaat volledig automatisch. Ik moet wel zeggen dat we veel dezelfde Pokémon tegenkomen. Stunky die heb ik net ook al gezien en die kreeg een Thunder tegen zijn neus. Hier, ik heb een Thunder Wave. Niet dat nut heeft, maar ik heb een Thunder Wave. Nou, ik zeg heel eerlijk, ik heb wel heel veel moeite met Japans. Ik kan er echt bijna niks uit krijgen, dus. Houdt hier niemand van Pokémon? Nou, volgens mij kijkt iedereen Pokémon. Volgens mij is iedereen hier een grote Pokémon-fan.
Anders vraag ik mij af, waarom kijk je dit dan, dat je geen Pokémon fan bent? Ja, maar wij zijn Stevie fan, ja dat stel ik op prijs, dankjewel dat was voor me. Serieus! Hebrews? Geen idee. nee, Bolt, jij blijft gewoon doortrainen. Ik zou het niet kunnen schrijven, maar al een paar woorden Japans. Ik vind Japans leuk, maar moeilijk. Ik ken er geen emotie af te vinden. Ik heb het een keertje geprobeerd om Japans te kijken. En zo heb ik bijvoorbeeld de Phoenix Wright serie zitten kijken, maar... Oké, als Ambipom sneller is als Jolteon, dan dan is er iets mis. Dat is inderdaad een theorie, maar ik denk niet dat Pokémon tot ze dat in één keer zouden eindigen. Ik denk dat Pokémon hetzelfde als Mario of The Legend of Zelda oneindig zal door blijven gaan. Aangezien dat er is zo'n populariteit en degene die toen die tijd... Nee, ik wil jouw telefoonnummer niet. Degene die toen die tijd jong waren en dus dat zaten te spelen, die zijn er volwassenen. Sommigen die zijn zelfs ouder al geworden. Die hebben nu zelf een zoontje of dochtertje en die leren hun dat weer spelen. En Nintendo die bouwt daar ook op door die franchise dan toch door te laten gaan. Dus nee, ik denk niet dat het uit zou sterven. En verdeuren. Ja, ik ben er al bezig. Eens even kijken. Hoppakee. Sorry, maar onze moderator is heel even eten aan het koken. Dus ja, dan moet ik het heel even zelf overnemen. Ik ben al een trainer van Kanto op Pokémon Go. We hebben al meer dan 100 Pokémon gezien in de vangen speelt. Alleen minder in verband met school en werk. Begrijpbaar. Mam! Stop eens met bellen! Alweer! Stop eens met mijn geld uit te geven! Nee, dat is niet erg, Mimee. Daar moet ik gewoon rekening mee houden. Dat is niet erg. Wees blij op YouTube. Daar hebben jullie geen last van spammers. Nou ja, in die chat ook niet echt hoor. Dat is gewoon één momentje en dan... Vloep, is weer weg. Oh, ben ik nu niet even dubbel in het voordeel? Een watertype en een grond... Nee, ja, grondtype. Grondsteentype. Tegen een gras- en stroomtype. Ik heb medelijden met hun. Doe maar dat en jij doet... Ja, mesblad raakt hun allebei. Doe maar mesblad. Doe het maar. Zeepie, ik heb van de week 50... Ach, gefeliciteerd, Smikkeltje. Dat is netjes. Nou, Stevie Lucie die gaat ook. Oftewel, Stevie Lucie niet te vergeten, dat is Umbreon, jongens. Een Chinese school. Oké. Okay. Kan allebei leuk zijn. Het wordt trouwens al wel weer donker een beetje, dus ik doe alvast even de lamp aan. En Livion gaat naar level 52, dat is nice. Nee, luister, dit is een livestream. Ik word al te veel gebeld door mijn moeder. En we hebben een toxic orb. Dat we ons eigen zouden kunnen vergiftigen, wat niet echt handig is. Dan vraag ik mij af, heb ik toxic als TM? Want ik weet dat er echt TM's, dat is heel erg moeilijk om aan te komen. Hyperbeam hebben we, heal hebben we, dat kan handig zijn. Thunder heb ik al geleerd, shockwave hebben we al geleerd. Psychic zou handig zijn voor... Een Espeon mochten we die tegenkomen. Dream Eater, Swagger, Trick Room, U-turn, Quest Not. Niet echt allemaal handige dingen. Jammer.
Nou ja, maakt niet uit. Oh ja, dan moeten we weer ondergronds lopen. En... Gloeiende kolen! Gloeiende kolen volgens de Pokédex. Flareon's aanval. Tenminste, via de Tiger Pokédex moet ik er dan wel bij zeggen. Want dat is de Pokédex van Tiger. Dus... Als ik nu even kijk, staat hij boven een heleboel trainers. Die doen we nog wel eventjes. Deze ook. Queen Zelda, jij bent ook gewoon de beste. Heel simpel. Jullie zijn allemaal de beste. Like no one ever was. Nee, echt serieus, jullie zijn awesome. Ook jullie hier op YouTube, jullie zijn ook awesome. Ik bedoel, jullie maken dit kanaal mogelijk. Zowel op Twitch als op YouTube. Jullie maken het mogelijk. Ik bedoel, stel je voor dat er echt niemand zou kijken. Dan, ja, waarom zou je de video's maken als niemand zou kijken? Ja, we gaan nog naar Ho-Oh, maar we moeten trainen. Ho-Oh is level 70. Dus ik denk dat het voor YouTube de volgende aflevering gaat worden. Maar voor ons nog wel deze livestream. Dat sowieso. Voltorb. Ja, daar switchen we wel eventjes voor. Dan gaan we naar Leafeon. Ik vind het wel mooi dat Leafeon eigenlijk een beetje ondeugend kijkt. Zeg maar. Seriously. You're talking to me? You're talking to me? You're doing shit to me? I'm going to do return! Een beetje dat oogje, ik vind dat gaaf. Inkay en Shinx. Inkay, dat lijkt me een beetje creepy. Nepolder Tunnel. Ligt eraan welke game dat je eigenlijk hebt. Speelde je Soul Silver, dan was Ho-Oh level 70. En speelde je Hardcore, dan zou Ho-Oh level 40 zijn. En dat is dus ook andersom zo gedraaid met... zeg het eens. Dat is ook zo andersom gedraaid met... Lugia. Empoleon! Waterstaal! Ah, dat is geen probleem. Shockwave moet toch genoeg zijn. Heel veel, en dat vind ik best wel lastig. Heel veel die komen dan met die vanaf vierde of vijfde generatie Pokémon aan. En dan heb ik heel erg vaak van... Ja, heel erg leuk. Maar ik weet zelf eigenlijk maar heel weinig af van die Pokémon. Kom op, Bolt. Ah, dammit. Bolt, zo hoog is jouw attack niet. Oh boy. Oh boy, Bolt, nee. Critical hit, nee. Drie keer is genoeg. Oké, okay, goed zo. Bolt, je moet het nu doen. Hoezo is het? Oh ja, Aqua Jet mag altijd als eerste. Yeah. Oh. Vind ik nog steeds onzin. Ik ben er weer. Welkom terug. Oh boy, we hebben een fan theory. Stevie, wat als Ho-Oh Eevee is en dat die Team Rocket grunt die toen de Eevee had in het stadje met de Ghost Gym, ben even de naam kwijt, een hint was voor de toekomst. Dat zou awesome zijn. Het enige nadeel is, we hebben onze masterball al gegooid, dan moeten we een Eevee vangen op level 70. Ah, je bent goed genoeg in Eevee's trainen en vangen. Leuk. Daarom. Dat zou wel heel mooi zijn. Dat zou dan de beste Legendary ooit zijn. Ik ben misschien een beetje inactief, maar ben ook aan het dammen. Dmmen? Dmmen? Dimmen? Dammen? Dommen? Dummen? Drummen? En ondertussen denkt Judy, hij is aan het livestreamen. Dan kan ik niet om een donder geven op het moment dat ik plastic aan het eten ben. Jawel Judy, dat mag niet. Goeie. Nee. 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 Even door. Nee. Niet doen, hè. Vind de kijkertjes ook niet lief. Moet wel schattig blijven, hè. Ja. Is het klaar nu? Goed zo. Sorry daarvoor. Even kijken. Ik ben ook wat inactief, maar ik doe echt veel te veel tegelijkertijd. Story of my life. Oh, maar je net een Eevee trainer master, dat moet je kunnen, Stevie. Juist.
En ik zie ondertussen dat Robin er ook bij is gekomen. Erik, ben je er ook nog? Ik ben er nog. Oké, ja, nee, dan doet Skype het nog wel. Dat even tot Skype misschien weg was gegaan. Ik ga heel eventjes weer snel terug naar het Pokémon Center. Dus ik doe heel even de fiets pakken en dan fietsen we gewoon heel even snel terug naar het Pokémon Center. Mijn moeder deed nogal stom. Moeders doen nooit stom, alleen maar als ze je bellen. Ja. Tijdens na een Pokémon gevecht en je geld uitgeven aan potions. Dus ja, even snel naar het Pokémon Center, want Jolteon die heeft hulp nodig. Of Bolt. Trouwens, iemand nog een beetje het onweer kunnen zien van afgelopen weekend? Vond het wel grappig, wij stonden op RTL weer. Waarom ga ik hierheen? Ja, daar had je heel veel geluk mee. Nou, wij kwamen online weather inderdaad tegen. Alleen online weather die is niet van RTL weer. En de foto van RTL weer, die was dus gemaakt door online weather. En het grappige is, die flits die hun hebben gemaakt, ik stond met mijn auto net de andere kant op gericht. En ik heb die flits dus niet gezien. Maar je ziet dus onze auto heel mooi met de flits op de achtergrond. Vond ik echt heel mooi. Of als je moeder je geld uitgeeft aan maanstenen. Mam, wat moet ik nou weer met maanstenen? Serieus, denk je soms ook naar de maan toe wil of zo? Iedereen zegt dat ik iemand uit de klas leuk vind. Maar dat is niet zo en dat is zo irritant. Waarom is dat zo irritant? Ik bedoel, als het niet waar is, dan weet jij het toch beter of niet dan? Ik bedoel, serieus, het gaat om jou. Ik bedoel, ik heb iemand de hele tijd die zegt dat ik echt maar fake alsof dat ik Eevees leuk vind. Oh ja, ik fake het hoor. Sommige mensen. Daarom. Dan moet je niks om geven, joh. Ik bedoel, er is maar één iemand die jou heel goed kent en dat ben je zelf. En nee, smikkeltje, agressiviteit lost niks op. En ik vind iemand leuk, maar ik durf het niet te zeggen dat ik haar leuk vind. Ja, het is een meisje. En ook als dus durf het niet. Dan doe je het met gebarentaal. Dan schrijf je een brief. Deze is trouwens wel leuk, YouTube. Echt, Fairy Tail, die komt aan met... Mam, Eevees evolueren niet met de maanstenen. Daar heb ik niks aan. Stop nou eens met mijn geld aan waardeloze zooi uit te geven. Fairy Tail, die is geweldig. We hebben in ieder geval genoeg trainers hier. Oké, een bird trainer die een pinscher heeft. Wauw. Ik weet niet waar het op dit moment even over de chat heen gaat, maar... Ik ga nu ook Pokémon Diamond en Omega Ruby. Dat zijn wel twee hele verschillende games. Dus. Maar goed. Nee, jij krijgt mijn nummer niet. Ook al niet. Ik vind het trouwens wel gaaf hoe dat ze hier overal die windmolen hebben. En dan vraag ik me eigenlijk af, wat was ook alweer de volgende locatie waar Suicune zat? Jij wil niet battelen? Oh, jij wil een foto maken! Ja, natuurlijk! We hebben een heel Eevee-team! Natuurlijk wil ik een foto maken! Sorry, maar dat was echt gewoon al. Dat gras daar, daar kunnen we alleen met mijn kat komen. En het is een nieuwe route. En het is zo lastig om... Zullen we dat als afsluiting dan doen? Doen we eerst nog eventjes die trainers en dan voor deze aflevering tot we dan toch nog wel eventjes naar het gras gaan kijken. Ja, doen we.
Dus we hebben hier nog zat trainers die we eventjes nou kunnen battelen. I can't go, wait to go home and drop off my bag. Ik wil niet heel vervelend doen, maar je staat daar. Waarom sta je daar? Waarom staat iedereen stil en wachtend totdat jij misschien een keertje langs gaat komen? Mag ik je nummer, Stefan? Tuurlijk, mijn nummer is 14. Mag ik zeggen dat Clarion heel awkward achter Jotun zat? Tuurlijk niet! Nee, Robin, dat mag je niet zeggen. Status healers. Full heal. Nee. Stream die is pas begonnen, joh. Je belt als je zijn geld weer gaat uitgeven aan nutteloze dingen. Geweldig. Geweldig idee, Wip. Ja, jullie zijn echt gezellig vandaag, jongens. Echt top. Jullie zijn echt geweldig. Vergeet niet, hè. Een livestream die maakt niet alleen de streamer. De chat maakt hem net zo goed. Hetzelfde als bij een evenement. Een evenement maakt de gezelligheid niet. De bezoekers maken de gezelligheid. En ja, dat heb ik geleerd van Mimé. Jongens, zullen we dat niet in de chat doen? Ik bedoel, ik weet dat het voor de grap is, maar dat soort dingen, daar moet je geen grapjes over maken. Fairytale, wees blij dat je een vaatwasser hebt. Ik moet nog steeds met de hand afwassen. Ik ken er namelijk nog eentje die een vaatwasser heeft. En dan begin ik elke keer zo van, ik heb helemaal geen zin om af te wassen. Oh ja, ik zal even de vaatwasser aanzetten. Hand me mee. Nou ja, ik kan je nog een jaloers van maken. Ja, het is wat ik op heb. Schnitzel. Oh, nou ja, dit trouwens over hebt, over jaloers zijn, dan weet ik het allemaal nog meer. Kijk eens, dit wil ik wel even met jullie delen. Ik heb de Elite Trainer Box, die had ik gehaald. Van Pokémon Generations, van Pokémon Trading Card. En dit gaan jullie geweldig vinden. En Bolt, dit overleef jij. Hoort zo, Bolt. Natuurlijk overblijft hij het. Ja, maar het was super effectief naar hem. In ieder geval, ik heb deze kaart eruit kunnen trekken. Dit is de zeldzaamste kaart uit Generations. Die zou ik ook zo graag willen. In het echt bedoel je? Ja, zou ook wel geweldig zijn. Maar goed. Die heb ik dus uit de Generations weten te krijgen. Yep, Jolteon X. Dus dit is trouwens mijn doosje waar ook echt al mijn Eevee-kaarten in zitten. Dus hartstikke leuk. Ik was zo blij, echt serieus, heel de buurt die had ondertussen wel gehoord dat ik die kaart had getrokken. ja, doe nog maar een keer mesblad. Flareon, die wil ik nog steeds hebben, inderdaad, de Flareon X. Beide. Ik vind ze allebei trouwens echt super cool. Willoord gaat in één klap. Oeh, bijna in één klap. Oké, nou gaat hij neer. Oké, Metagross, ja, die is er inderdaad een beetje protective tegen, maar dat moet niet uit. Willoord is in ieder geval neer. Metagross, daar hoeven we niet echt zo bang voor te zijn. Nou, Steve Lucie die gaat ondertussen ook alweer lekker leveltjes omhoog. Vergeet niet, we hebben Umbreon best wel laat in het spel gehad. Dus ja, dan heb je nog snel het probleem tot... Iron Tail dan? Probeer het maar. Nevermind, ze hebben al gewonnen. Smikkeltje, kijk wel uit hè, met altijd voor vuur. En dan heb je toch wel type nadeel tegen mijn Magikarp! En mijn Vaporeon!
Nee, ik wil niet nummers mee uitreden. Wel de man nou trouwens weer? Ik hoop het niet voor haar. Sorry, maar ik ben meer van Vaporeon. Water, ijs en duister. Dan is het Vaporeon, Glaceon en Umbreon. Wie is Steve? Vuur is zie. Vuur is zie heet. Water verdampt gewoon. Nee. Er is maar eentje die dat voor elkaar krijgt en dat is een lame legendary. En waarom zeg ik lame legendaries? Omdat legendaries zijn wel leuk en zien er grappig uit. Maar ik vind ze lame als je ze in battles gebruikt. Waarom? Ze zijn gewoon overpowered en iedereen wil ze daarom gebruiken. En niemand die geeft meer om hun favoriete Pokémon. Dat. Yep. Ik had een Umbreon, Flareon, Vaporeon en een Leafeon knuffel gekocht. Maar mijn zusje ze steelt ze steeds. Terug, Jatter. Ja, ja. Maar leuk dat je ze gehaald hebt. Ah, oh, zoveel trainers hier. Nou ja, het probleem... Weet je, jongens, ik heb er helemaal nog niks van de livestream uitgeknipt. En dat ga ik ook niet doen, ook niet. We gaan gewoon door. Ik bedoel, we moeten toch trainen. Dus deze aflevering ook. Half Engels trainen, 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 trainen. Kappa? Wie is Kappa? Wat is Kappa? Kappa is een Twitch meme. Wat is dan Kappa? Dat is een plaatje van een gezicht. Oh. En ik weet niet waar... Ja, ik weet niet. Het enige wat ik weet is Kappa het mystieke Japanse monster, maar dat wordt er niet mee bedoeld. Ah. Wacht dat even. Piloswine is grond ijs. Aquarium. Nou, wat ik van Robin eigenlijk best wel geheimig vind, is gewoon van Robin, die is echt heel erg opeisend. Van nee, dit is het beste en dit moet iedereen het beste vinden. Dat is Robin. Terwijl, ik heb echt alle vrede met bijvoorbeeld net zo goed Magikarp. Ik bedoel, Erik en ik, we zijn vrienden. Dus natuurlijk geef ik ook veel op Magikarp. Net zoals dat Erik ook veel geeft op Eevees. En ja. Vuurtypes, ja, ik vind ze ook awesome. Want ik heb Flareon natuurlijk bij me. Maar dat de echte, dat van... Nee is best en blijf me... Oh, doe dat niet, joh. Dat dan hoor je niet thuis in Team Harmony. Oh. Nee, het is toch zo? Ja, is inderdaad zo. Van mij mag iedereen vinden wat hij wil, zolang ze maar een Magikarp van me kopen. Maar, ja. Zolang ze maar een Magikarp... Ja, ik snap die logica's nog steeds niet. Oh, Magikarp, ik hou zoveel van je. Kopen, 10 cent. Echt. Die logica's zal je waarschijnlijk nooit begrijpen. Dus ik stop maar met uitleggen. Maar mijn fav Pokémon is Pidgey. Die kan ik toch niet gebruiken tegen Elite Four. Tuurlijk wel! Waarom zou je Pidgey niet kunnen gebruiken tegen die Elite Four? Tuurlijk wel. Als je maar goed genoeg traint. Ja. En waarom wil iedereen mijn telefoonnummer hebben? Wat denken jullie dat ik ben? Een YouTube? Oh, wacht. Dat is hetzelfde als dat je dan ergens aan het filmen of aan het vloggen bent. Als ze naar je toe komen. Waar woon je? Thuis. Ja, en waar is dat ergens? Ergens? Waar mijn huis staat. Of de eerste vraag die ze gelijk stellen. Ja, hoeveel subs? Does that really matter? Wanneer je maar mensen blij maakt. Yep. Jauke, dat doet me een beetje denken aan de aflevering van Eevee in de allereerste serie van seizoen 1. Team Rocket wilde namelijk een vuurstone en een firestone en een waterstone tegelijkertijd op Eevee gebruiken. Het is duister dat je dat wil weten. Hey, ben populair dude, mag ik je nummer? Je komt me bekend voor. Ja hoor, nummer is 14. Serieus, stop doos met mijn telefoonnummer te vragen, serieus, dit is een grapje!
Zelfs NPC's van een Pokémon spel vragen me nou al om een nummer. Dit gaat echt nergens heen. Kijkt er iemand hier wel in anime? Zo ja, wat is dan je favoriete anime? Pokémon! Het is een Pokémon livestream, wat verwacht je? Nou ja, ik kijk best wel veel. En ik vind best wel veel series leuk. Ik kan eigenlijk niet echt een favoriet opnoemen. Ligt gewoon aan de situatie. Ik verveelde me op weg naar de Efteling ongeveer een maandje geleden. Toen ging ik Pokémon Silver doen op een emulator. Foei! Ik kom aan bij de Efteling, heb ik Zapdos en Mew. Nou ja, Smikkeltje, dan ga ik er wel vanuit dat je dus ook wel Pokémon Soul Silver in IRL hebt. Dan is het iets minder foei, maar nog steeds foei. Maar ik vraag me eigenlijk nou trouwens vandaag de dag nog steeds af. Is Avatar nou anime of niet? Volgens de termen waarbij men tegenwoordig anime klassificeert, nee. Maar zelf zou ik zeggen ja. Ik vind het ook een beetje anime hoor, dus ...14 is niet in gebruik. Oh, jullie bedoelen mijn telefoonnummer! Ja, dat vroeg je niet, je vroeg mijn nummer! Ja, hou eens eventjes, jongens! Faintech... Ja, dat mag wel. Maar hoezo is dan 14 mijn nummer? Heel erg simpel, dat is gewoon mijn dag dat ik jarig ben. Eén keer in het jaar op één maand. Dat toevallig 11 is, maar daarom... Ik heb gewoon willekeurig 14 gekozen, niet echt om een reden. Ik ben mijn eigen jaar 14. Jullie weten ondertussen 14 november. Dat, tenminste, dat staat al openbaar op YouTube elke keer op de 14e. Dan is het van, jee, het is mijn verjaardag, hoptiedoe. Ik ben weer 20 geworden. Het ergste is, dat komt dan wel weer heel erg gevaarlijk dichtbij trouwens. Na een tijdje heb je gewoon een moment dat je gewoon niet meer jarig wil zijn. Dat je gewoon klaar... Oké, okay, je wil wel jarig zijn, omdat anders klinkt het wel heel erg duister. Van ja, dan ga je gewoon de pijp uit, maar liever niet, want dan speel je Mario, maar... En ook Tillery, die zie ik liever niet meer, omdat ik die in de trading card game te vaak heb gezien. Hallo. Ponyta level 65? Wacht, ben jij ook een ben jij ook van 14 november? Wat gezellig. Ja, deze die werkt ook al door je bounce. Jammer, Ponyta. Ik wist trouwens niet dat Ponyta ook bounce kon leren. Bounce, chicka, wow, wow. Livestream is altijd van een uurtje ongeveer. Ik probeer altijd een beetje de uurmars aan te houden bij een YouTube-video, dus... Of ja, bij een YouTube-video, bij een Twitch-livestream YouTube-video. Dus. Honingta. Nu met extra honing. Verwacht ik nu eigenlijk wel tot er in één keer dat je zo... David, je moest nog huiswerk maken. Ga eens huiswerk maken. Hop, hop. Sterkte. Succes. Eén voordeel, je kan het altijd nog terugzien. Ja. Daarom. Oké, okay, het heeft wel een vertraging van ongeveer een maand, maar je kunt het terugzien. Lag hier niet ergens een itemval of zo? Volgens mij lag hier ergens iets. Vaak is 45 min.
Luister, ik ben YouTube begonnen toen had je nog... Nee, ik wil geen telefoonnummer meer ruilen. Toen ik YouTube begon mocht je videootje niet langer zijn dan 10 minuten en 30 seconden. Dus, daarna was het 15 minuten en 30 seconden. Het zat hem in die 30 seconden, ik weet ook niet waarom. En daarna had je inderdaad geen YouTube limit meer, tenzij dat je een YouTube strike had. En die heb ik één keertje heb ik die helaas gehad. En dat had te maken met een hele oude anime die ik toen die tijd had geüpload. En daar was geen probleem mee. En ik 3 jaar later zeiden ze van, nee, nu hebben we er wel problemen mee. En werd het verwijderd en had ik dus een, ja, strike. Op Jigsaw! Oké, sorry. DWIP, huiswerk is ook heel erg belangrijk. Dus. Oh, een Quagsire. Ja, daar moeten we wel heel eventjes voor swappen. Daar ken Bolt niet aan. Liefjong, neem het even over. Nou, in ieder geval, dit is de laatste battle die we eventjes voor YouTube eventjes gaan doen. Dus beste YouTubers, zeg ik er al eventjes bij. Mocht je zelf nou een keertje aanwezig willen zijn bij zo'n livestream, de link staat in de beschrijving voor Twitch. Klik op follow, zorg ervoor dat je notificaties aanstaan. En als wij live gaan, krijg je een notificatie wanneer dat we live zijn. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk. Als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ik ben al klaar en we hebben nog een Ponyta die we neer moeten halen. De aflevering is bijna klaar. Ik heb mijn outro al gedaan. Hij heeft er nog 6. 4. Hij heeft nog 4 Pokémon. Damn. Timing. Timing. Dus. Deze battle gaat nergens over. Wanneer is het afgelopen? Cause this is filler. Darkrai! Zo. Umbreon? Darkrai was toch Ghost? Volgens mij was dat inderdaad Ghost of het was Dark. Maar ik weet het niet zeker. Nou, ik weet dat het Dark is in het training card, maar... Ja, in ieder geval in het training card is het Dark. Want daar heb ik 2 keer de extra kaart van in real life. Ja, en dat vind ik nog steeds heel... Ik heb hem 1 keer. Dark is niet very effective, dus... Shadow Ball? Oh, hij trekt hem al terug. Krijg hem een Blaziken voor ons plaat. Want hij is waarschijnlijk gewoon bang voor je. Darkrai is puur Dark. Oké. The more you know. We zijn nog steeds met de outro bezig trouwens, YouTube. Dus typ nog even rustig even wat je leukste momentje is. Als je daar tenminste de tijd voor hebt. Ja. Nou, ik denk het wel, want de video is nog niet afgelopen. Dus... Ja. Nu heb je nog heel veel de tijd ervoor. Ja, precies. Ik zou zeggen... Typ rustig. Typ even lekker je comment. Of snel, als je geen geduld hebt om rustig te typen. Ondertussen wordt die sandtag gespamd. Telt maar eventjes. En natuurlijk is 1 sandtag genoeg gelijk om ervoor te zorgen dat Surf mist. Ja, natuurlijk. Geweldige auto dit, hè. Precies. Ben je het mee eens met de chat? Laat het weten of... Schrijf het nu even, je komt hier al aan het schrijven, was. Steve Lucci is level 37. Iemand is gewoon echt alles aan het opschrijven wat ik nu vertel. Waarom? Oh, je krijgt letterlijke citaten van je uitgerekte outro. Ik denk het. Nou. Veel plezier met teruglezen van... De uitgetypte citaat van je outro. Oh, kom op, Darkrai! Is hij gemeen aan het doen? Nou, eerst die Sand Attack die er weer voor zorgde tot een aanval. Echt Sand Attack, 1 keer Sand Attack
En je hebt gewoon 80% kans dat je niks meer raakt. Bolt, serieus. Maak het heel eventjes af. Deze outro duurt te lang dankzij die Darkrai. Dus, Shockwave genoeg. Kunnen we nou doei zeggen? Ik doei zeggen? Doei zeggen? 1 HP! Ja, mensen, wel genoeg drinken. Het is gelukkig niet meer zo warm. Maar je gezondheid is heel belangrijk. En genoeg drinken is daar heel belangrijk mee. En Darkrai is inderdaad mijn nachtmerrie-Pokémon op het moment. Ben klaar nu? Nog een Pokémon! Oh. 3 jaar later. Over overtime gesproken. Deze outro duurt te lang dankzij Darkrai. Darkrai is degene die niet genoemd mag worden. Darkrai. Wat gebeurt er nu? We gaan de video eindigen. Doei! Oh. Mom, stop nou eens met bellen! Ik ben de video aan het afsluiten! Bye. Bye.